Geliefden van de Allerhoogste God, welkom weer bij deze vlog, welke ook de laatste vlog is van de serie over de verwachting in het algemeen, maar met name van het lichaam van Christus op kortere termijn. Ik wil deze vlog beginnen met het samenlezen van een passage in Efeze 1, de ongelofelijke passage, verheven tot en met. En dat vind ik belangrijk voordat ik dan weer toch de overstap maak naar de slides. Want met de slides zal ik dan eindigen. Laten we gaan naar Efeze 1, eerst vers 8. Efeze 1, vers 8. En dan beginnen we bij deze zin: in alle wijsheid en verstandigheid maakt Hij aan ons het geheim van zijn wil bekend, naar zijn welbehagen dat Hij zich voornam, dus Hij, de Vader, zich voornam in Christus. Even kijken of ik dat goed doe. Nee. Nu doe ik het goed. Hij nam zich voor in Christus tot beheer van de compleetmaking van de bestemde tijden. Moet je eens voorstellen, hè? Tot compleetmaking van de bestemde tijden, de Ionische tijden, om het al, zowel wat in de hemelen als op de aarde is, in Christus samen te vatten. Dit is gewoon ongelooflijk. Dat is het einddoel in feite. We gaan verder. In Hem, Christus, in wie ook wij die tevoren bestemd worden door het lot te werpen werden toebedeeld, naar het voornemen van Hem de Vader, die alles, niets uitgezonderd, die alles inwerkt naar de raad van zijn wil. We gaan verder. Zodat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid, wij die een voorhoop hebben op Christus. Niet zomaar hoop, een voorhoop voor ten opzichte waarvan? Ten opzichte van Israël, de gelovigen uit Israël, die de bruid van het lammetje zijn, die hebben dus een hoop om te regeren op aarde met Jezus, met het Lam van God, maar wij hebben een voorhoop in Christus. We hebben een voorhoop op Christus eigenlijk. Op het zijn van Christus ook, hè. In Hem zijn ook jullie, weer zo'n belangrijk punt, die het woord van de waarheid horen, het goede bericht van jullie redding. Dit is heel belangrijk. In Hem worden ook jullie die geloven verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die een onderpand is van ons lotbezit tot verlossing van dat wat verworven is tot lof van zijn heerlijkheid. Er is dus sprake van lotbezit. Wat is ons lotbezit? Dat is het lotbezit van Jezus zelf. En wat is dat dan? De hele schepping. De hele schepping. In Christus hebben we hetzelfde, want we zijn samen lotbezitters. En dat staat in Efeze 3, ik dacht vers 10. We gaan verder. Paulus zegt dan: daarom houd ook ik, die hoor van dit geloof van jullie in de Heer Jezus, dat ook voor al de heiligen is, niet op om voor jullie te danken wanneer ik jullie vermeld in mijn gebeden, dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, aan jullie een geest van wijsheid en onthulling mag geven in het besef van Hem, diepere kennis, hè, besef van Hem, verlicht de ogen van jullie hart, zodat jullie weten wat de hoop is van zijn roeping en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn lotbezit te midden van de heiligen. Dat is een besef.
En wat de overtreffende grootte is van zijn macht voor ons die geloven, naar de inwerking van de kracht van zijn sterkte die hij heeft ingewerkt in Christus, wanneer hij hem wekt uit de doden en wanneer hij hem doet zitten aan zijn rechterhand te midden van de hemelsen. Boven, let op waar, hè? Boven alle overheid en autoriteit en macht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze aion, maar ook in de aion die op het punt staat te komen. En hij onderschikt alles onder zijn voeten en hij geeft hem als hoofd over alles aan de uitgeroepen vergadering die zijn lichaam is. En wat nog meer, de compleetmaking van hem die alles in allen compleet maakt. Tot daar. Ja, een mond vol, dat weet ik. Maar wat een rijkdom, wat een rijkdom. Goed. Nu wil ik dus overgaan naar de slides. Bij de laatste slide van de vorige keer. We waren begonnen met kwantumfysica en dat heb ik uitgelegd, hè. Dat ons lichaam blijkbaar bepaalde functionaliteit heeft, gigantische energie verborgen heeft, die het is niet te utilizen, het is niet uit te nutten, zal ik maar zeggen. Goed, dus dat is alvast een belangrijk punt om te snappen. Indien dus die energie die opgeslagen is binnen het elektron, de elektronen, hè, een elektroon, een atoomdeeltje. Indien die energie beschikbaar komt, dan kan het gewoon voorzien in alles wat nodig is om ons te transformeren tot wezens die onder andere, ik heb het al genoemd, alle andere krachten, inclusief zwaartekrachten, kunnen overwinnen. De extreemste omstandigheden en temperaturen met gemak verdragen. En wezens die kunnen leven zonder zuurstof of welke stof dan ook uit de aarde of uit de hemelen. Dat kunnen we ook meteen zeggen. Dus het maakt allemaal niet uit. Dat nieuwe lichaam zal geschikt zijn om die energie die vrij gaat komen, die enorme energie, om dat te kunnen aanwenden. Het zal dus niet meer corrupt en bederfelijk zijn, maar verheerlijkt en glorieus. Dus vol met eer is dat verheerlijkt, hè? Krachtig en geestelijk zal het zijn. Niet meer sterfelijk. Het zal dus geen aardslichaam meer zijn, maar daadwerkelijk een hemelslichaam, meteen aangepast aan in feite alle omstandigheden, dus ook de hemelse omstandigheden. Goed. Waartoe dient het hemelse lichaam? Dat is een van de belangrijke redenen waarom ik die passage net heb gelezen. En natuurlijk ook de vorige serie heb gemaakt. We zullen tot zegen zijn voor anderen. In de eerste plaats voor de hemelingen, de hemelbewoners. Dat is zeer belangrijk. We zullen een kanaal van zegen zijn en Gods vriendelijkheid en zijn overvloedige genade voor ons, om dat door te geven aan de anderen. Dus niet alleen in de hemelse plaatsen zijn, maar vooral tussen de hemelingen zijn. Zij dus die op de hemelse lichamen zijn, zoals wij nu op de aarde zijn. De grootste zegen voor ons is dus niet om een lot bezit te hebben of zo, of samen lotbezitters te zijn. Fantastisch, maar het is niet de grootste zegen. Het is om in een positie te zijn van uitdelen. Vanuit God uitdelen naar de hemelingen toe. Niet vergeten, ze zijn nog in opstand naar God toe. Daar komen we straks op. Maar we gaan uitdelen naar de overvloedige rijkdom van zijn genade.
zoals staat in Efeze 2 vers 7. We gaan daarnaast, secundair, waarschijnlijk ook het overzien, we hebben dat al gezegd, hè, overzien van entiteiten op aarde, zoals dat nu gedaan wordt door diverse wezens in rangorden. We zullen dus die entiteit op aarde overzien, denk ik, via aardse leidinggevenden en aardse verantwoordelijkheden, CQ-bevoegden. En dat staat indirect in Openbaring 12 vers 5, waar staat de natiën hoeden met een ijzeren knots. Nog even dit weer duidelijk zeggende, wie zijn de hemelingen? Nou, net zoals op de aarde, zijn er dus diverse niveaus van regering. Je hebt te maken met soevereiniteiten, met autoriteiten, machten en overheden. Kan je lezen in Efeze 1 vers 21 wat we net hebben gelezen. Het zijn rationele wezens, zeer intelligent, maar ook opstandige wezens met de capaciteit om te genieten van God, maar nu vervreemd zijn van Hem. Hoe is dat ontstaan, even snel? Dat is ontstaan door de creatie van de tegenstander. Het eerste wat hij heeft gedaan nadat hij wegvluchtte van God, dat kan je lezen in Job 26 vers 13. Hij vluchtte weg van God, voelde zich uiteraard niet thuis in die zin, in Gods heerlijkheid, en ging meteen zijn verderfelijke taak volvoeren. Hij begon er meteen mee. En ik denk het eerste wat hij deed was het zaaien van tweedracht en twijfel en dus ongeloof. En daartoe dus oorlog in de hemelen, wat heeft geleid tot de verwoesting van de aarde. Waardoor de aarde woest en ledig werd. Chaos en leegstand. Nu, waarom zeg ik dat? Want als je leest in Job 38 vers 17, diezelfde hemelingen, de zonen van God, creaties, wezens die rechtstreeks door God gemaakt waren, zij juichten toen God de fundamenten van de aarde vestigde. Nog een keer, Job 38 vers 7. Ze juichten. Dus toen was Satan nog niet gecreëerd. Dus er was nog geen zonde in de wereld gekomen, zal ik maar zeggen. Nog geen doelmissen. Ze juichten toen de fundamenten van de aarde werden gecreëerd. Dat zegt genoeg, hè? Goed. Dus ze zijn nu nog steeds opstandig en in rebellie naar God toe. Maar wij zijn ertoe bestemd om hen weer te verzoenen uiteindelijk met de Allerhoogste God die hen gemaakt heeft. Dat woordje moet niet vervangen worden, dus niet verward worden, sorry, hemelingen in die zin, met het woord engelen. Want engelen spreekt van boodschappers, dat betekent het eigenlijk. En boodschapper is een rol, net een functie. Je kan niet zeggen een mens is een boodschapper als de mens geen boodschapper is. Als je begrijpt wat ik bedoel. Als die mens op dit moment functioneert in de rol van boodschapper, is die mens een boodschapper. Anders niet. Dus een boodschapper is alleen een rol van die zo'n hemelswezen kan uitvoeren. Ik denk wel dat degenen die voornamelijk boodschappers zijn, ook een lagere rang hebben. Zo kun je je voorstellen wat voor een machtige wezens daar zijn in de hemelen. Indien het aantal engelen is tienduizenden van tienduizenden, dus maal, hè, en duizenden maal duizenden, dat staat in Openbaring 5 vers 11, dan kan je voorstellen dat het totaal aantal op hemelse wezens ontelbaar veel groter is. We praten over vele miljarden op zijn minst. Nogmaals,
Wij zijn daartoe bestemd om ze te verzoenen weer met de liefdevolle God en Vader. Goed, het belangrijkste voor ons om te weten is dat onze bediening zal een aantal hemelingen, CQ schepselen bereiken dat ver ligt buiten ons huidig bevattingsvermogen. Dat mag logisch zijn. Nou, terug even naar ons lichaam. Het zal dus zijn als zijn lichaam. Het lichaam van onze eigenaar, onze Heer en Verlosser Christus Jezus. Dat is ongelooflijk. De bekende tekst wil ik lezen en daarmee wil ik gaan eindigen. Filippenzen 3 vers 20, 21. Want ons burgerschap is in de hemelen. Van waaruit ook wij de redder afwachten, de Heer Jezus Christus. Die het lichaam van onze vernedering een ander aanzien zal geven. Gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Overeenkomstig de inwerking welke hem in staat stelt zelfs het al aan zichzelf te onderschikken. En het woordje inwerken, vaker genoemd, is het Griekse woordje energia. Hè? Energie. Nou, dat zijn dingen om over na te denken, om bij stil te staan, om ook in ons te laten inwerken. Waarom? Om de simpele reden dat dit die dingen zijn die, als wij die genoeg verwerkt hebben, dat de zaken zijn waaraan wij houvast hebben. Zaken die onze verwachting beter kunnen vormgeven en belichamen, om dat woord maar te gebruiken. En die wij kunnen zien al geestelijk, zeg maar. Het is ongelooflijk. Dus neem dat mee en overdenk dat bij dag en bij nacht. Kan ik alleen maar aanbevelen. Nou, tot slot. Ik zei al in het begin van deze presentatie, van deze vervolgserie. Hebben we dan dus te maken in de toekomst met het feit dat wij superhelden zullen zijn? Dit is mijn antwoord. Natuurlijk niet. Natuurlijk niet, want superhelden zoals wij die kennen, dat is kinderspel. Dat is peanuts vergeleken bij wat wij gaan krijgen en wat wij gaan zijn en wat we gaan doorgeven aan anderen. Dit is niets. Ik hoop dat je dat doorhebt, hè? Dus als je vervolgens de volgende keer naar een Marvel movie gaat kijken en al die superhelden in actie gaat zien, dan ga ik ervan uit dat nou een glimlach zich zal vormen om je mond. En je gaat denken, doe je ding, mijn tijd komt wel. Tot slot, wie is dus gesteld tot de enige echte superheld? Dat is Christus ons leven. En wanneer Christus ons leven onthuld zal worden, staat er dan zullen... Dan ook zullen jullie samen met hem onthuld worden in niet minder dan heerlijkheid. Dus wij wachten met smachting op onze manifestatie. Daar kunnen we van uitgaan en daar kunnen we zeker van zijn. Dankjewel voor je aandacht. En we gaan de volgende keer verder met een ander onderwerp. Ik zie nog welk onderwerp ik daartoe ga kiezen. Tot ziens.